allemaal ook bij dag 1 van Hares Week Vlog 5. Vandaag moet ik van 1 tot 6 werken. Dus ja, vandaag wil ik misschien ook heel weinig vloggen. Verder ga ik vandaag nog, voordat ik ga werken, mijn eten maken en gewoon serie kijken. Daarna heb ik 11:15 de bus en dan moet ik gaan werken. Dus ja, let's get started. En ik heb me omgekleed omdat ik moet werken. Mijn jasje. En goed, mijn broek. Mijn eigen broek mogen we aan als het goed is. Dus ja. En nu ga ik even serie kijken totdat ik naar de bus moet lopen. En ik sta bij de bushalte te wachten. Tot de bus er aankomt en het regent. Dus dat is grip en ik heb nu een mondkapje. En ik ben thuis van het werk, dat was weer super leuk. En ik ga morgen waarschijnlijk naar Heerlen. Dus ja, bij deze sluit ik dag 1 van de Hares Week Vlog 5 af. En dan zie ik jullie morgen bij dag 2 van de weekvlog. Bye. En oh my god, mijn haar. Hallo allemaal, elke bij dag 2 van de weekvlog. Vandaag ga ik misschien naar Heerlen. Want mijn ouders moeten iets voor een surprise halen. En ik weet niet wat ik dan ongeveer ga doen. En verder weet ik niet wat ik vandaag wil doen. Want ik ben echt moe. Oh, van het werk gisteren. Dus ja, want het is nu ook 9:20 en ik ben nog steeds kapot moe. Dus ja, verder ga ik niet zoveel doen vandaag. Dus let's get started. Ik ben thuis van Heerlen. En ik ga nu gewoon chillen. We hebben zeg maar inkoop gedaan voor de surprise. Of ja, mijn ouders, ik niks, want ik ben er al klaar mee. En ik heb een leuk jasje gezien. Maar ik had niks bij me voor geld. Dus ja, ik ga deze week ergens naar Heerlen. En morgen ga ik met Brennan als het goed is afspreken. Want de ruzie is opgelost. Dus yes. En we zijn gewoon weer vrienden. Dus ja, en ik ga nu aan mijn laptop zo een serie kijken. Dus ja. En ik heb verder nog met Brennan gebeld. En het is weer goed tussen ons. Oh ja, dat had ik al verteld. En ik ga nu Club Uitje doen. En na Club Uitje serie of muziekles of zo. En we spreken met Brennan af. Dus ja, en ik heb het echt koud. En ja, bij deze sluit ik dag 2 van de weekvlog. En dan zie ik jullie morgen bij dag 3 van de weekvlog. Bye! Hallo allemaal, elke bij dag 3 van de weekvlog. Vandaag ga ik strakjes heel even met Brennan afspreken. En dan gaan we gewoon hier in de buurt TikToks maken en zo. En dat ga ik gewoon eigenlijk doen. Verder niet veel. En morgen met Kelsey naar Heerlen. Dus ja, en ik ga nu mijn eten maken. De broodjes zitten nog in de oven. Dus ja, let's get started. En ik ben met Brennan. Oh wow. En we lopen nu naar zo'n verlaten gebouw. En ondertussen steeds een kanarie piet die aan mij op pauze doet en ik op haar. Stil, dan zeg je dat ik pauze zeg. Zeg ik toch, ik zeg toch ook. Ja, beter voor je. Zie, ik zeg toch ook dat ik jou op pauze ging zetten. Pauze! Fuck you. Kijk toch, staat die, jij moet stilstaan. Play! Pauze! Doe je als gezellig, hè? Nee! Lach voor je. Ah, ik mag al lopen. Oeps. Wie ik zag wacht. Oh, kom, we gaan hier over. Kijk, ik heb hem gepauzeerd. Play. Pauze. En ik ben thuis en ik heb me gedoucht. Want morgen komt Kelsey naar mij toe. Om 9:45 is hij hier weer. Dus dan ga ik weer om 9:30 naar beneden staan. Aangezien we samen weer gaan ontbijten. En ik was door mijn voet heen gegaan. En ik heb fucking pijn aan mijn voet. En ook mijn heup. Want mijn heup ging ook zo helemaal. Dus dat is een beetje kut. En nu ga ik kijken of Kelsey kan bellen. En dan weet ik niet wat ik ga doen.
En het is al een paar uur verder. Ik heb het echt zo koud. En iedere keer als ik op Facebook zo kom, weet je wel, corona dit, corona dat. Maar het blijft me echt, weet ik veel, kippenvel bezorgd of zo. En ik ben echt zo, ja, ik weet niet, bang of zo ervoor. Ik weet het niet, maar... Ja. Ik hoop wel ooit dat het normale terugkomt, want ja... Ik vind het echt zielig hoe het er nu echt bij loopt. Je moet binnen blijven. Of ja, moet niet. Je mag wel naar buiten. Maar met bepaalde groepsgrootte. Ik vind het echt super, ja, super vervelend. En ik hoop echt dat het volgend jaar 2021 echt beter is. Dus ja, en ik ga zo meteen macaroni eten. Dus ja. En ik heb net macaroni gegeten. En ik ga nu denk ik met Kelsey bellen of even serie kijken. Dus ja, en ik heb het nog steeds goed, dus ik ga mijn deken daar pakken. Dus ja, bij deze sluit ik dag 3 van de weekvlog. En dan zie ik jullie morgen bij dag 4 van de weekvlog met Kelsey. Bye. Hallo allemaal en welkom bij dag 4 van de weekvlog. Vandaag ga ik met Kelsey weer naar Heerlen. En ze komt weer naar hier en gaan we het opnieuw proberen in het gebouw. Dus ja... Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden, dus let's get started. Ik heb me verzorgd, ik heb dit aan, we gaan dadelijk foto's maken, Kelsey en ik al. En ik ben ook ondertussen, ben ik met Kelsey het ballen, ze zit in de bus, ze is er bijna. En ik ga zo meteen mijn jas aantrekken en dan gaan we naar de bus lopen. Dus peace out, alweer peace. En ik ben weer naar de bus lopen, sorry voor het geklingel, maar dat is mijn huissleutel. Want Kelsey is erbij. Oh, Kelsey heeft de camera uit. Nou, vind ik niet leuk. Kelsey, zet je camera's aan. Kelsey, zet je camera's aan. Hier is Kelsey. Ze is er bijna, want ze rijdt langzaam naar mijn hart. En ik ben er bijna, want ik moet tot daar heen. Dus ja. Yes. Kijk, daar loopt Kelsey. Oh ja, meneer de buschauffeur, ik ga een klacht tegen u indienen, want vandaag is uw beste dag niet. En die fucking buschauffeur, die ging maar eens 20 kilometer omrijden. Ja. Yep. Dus bij deze, ik ga een klacht tegen u indienen, meneer. Zodra ik vandaag op het station ben, ga ik daarheen en ga ik een klacht indienen, ik zweer. Alleen, weet je nog hoe die eruit ziet? Nee. Kaal. Oké, dan zeg je wel dat hij kaal is. Hé, je kan op, hè. Oh. Zeg je wel dat hij kaal is en Kelsey is hier. Ja, we worden een beetje vaker geblazen dan de wind. Yeah! En we moeten nu zacht praten, we gaan het verlaten gebouw in. En Kelsey gaat kijken of daar mensen tegenover zitten te kijken, aangezien ze dit gebouw in de gaten houden. Dus ja. En ik wacht gewoon hier. En ik zit bij de trein. Of ja, ik zit niet bij de trein, want die staat er nog niet. Ik zit op Kelsey's school. Aangezien er geen plaats is en 1,5 meter afstand, ga ik gewoon op haar schoot zitten. Kan ik ook zitten. Niet. En we waren nog tot verlaten gebouw in. Ik weet niet of ik het had gefilmd of zo of wat gezegd. Maar het alarm ging op, dus gingen we naar buiten en toen kwamen we op de bus langs. En dan zagen we daar die mensen staan die het weer zaten te controleren. Voor de tweede keer volgens mij. En nu waren we met de trein naar Valkenburg om naar de klooster te gaan, maar het was... is verlaten wel, maar er is bewaking, aangezien dat volgens mij Urbex Explorer waren daarheen gegaan. En stond daar zo'n fucking nonnie zo creepy aan te kijken, man. En toen dachten wij, dachten daarvan van niet. Ik dacht niet dat onze camera bewaking is, dus we gaan nu weer terug naar Heerlen met de trein. En ik heb bij de Action kledinghaken gekocht en we gaan nu naar de Scam en Peru. En dan ben ik met mijn dingen klaar. En ik heb Halloween spullen. Ja. Yes.
En we zijn al bezig met een filmpje opnemen voor Kelsey. En ik heb mijn jasje gekocht. En Kelsey's video is de pauze challenge opnemen. Dus we proberen me net bij de kassa pauze te zetten. Maar gelukkig doet ze me dat niet aan. De rendering kreeg het wel voor elkaar. Ik heb kaarten. Doei Kelsey, goldcenter. Play. Ik heb er gepauzeerd. Play. Vanuit achter zie je echt zo'n kwekmasker komen. Een hoop verder. Oh, ik sta op pauze. Dat was echt awkward. Nee. Nee, ik viel. Nee. Ah. Pauze! Doei Kelsey. Play. Fietspad. Ja, dit brandde me ook bij mij. Dus succes voor mij. Play. Pauze. Pizza, ik zweer dadelijk als je pizza klaar. Play. Moest ik blijven filmen? Ja, maar ik kan het filmen. Dan moet ik wachten. Pauze. Play. Pauze. Met al het fietspad. Ja, ik heb er uit de grond van mijn ouders. Play. Hoera. Ja, maar ja. Waar komt die vandaan? Play! Yeah. Kijk, even vloggen we. Pauze. Play! Pauze. Play! Pauze! Wacht even of ik daarbij dan ben. Play! Dat is gewoon 20 kilometer vooruit, man. Waar ik verplicht die vlakte is nu? Oh, daar. In de oren, maar waar moet ik de oren schuiven? Ja, dat is een goeie. Hopelijk geen adres ingevuld. Oh, moest dat? Nee, want dan gaat hij naar je huisadres, jongen. Nee, nee. En ik heb afgehaald die klokken. Oh, zo, goed zo. Maar ja, we kunnen het ook schademan doen. Nou, het hotel de straat liggen hier. Pizza besteld, dat is met Oh, we hebben pizza Hawaii. Besteld. Ik moet het ook met één hand openmaken. Hawaii en margarita. Nee. We hebben pizza besteld bij de New Yorker, maar we kunnen niet binnen eten, dus zitten we hier op een muurtje. Kijk dan naar Maya. Maar je hebt juist toch al pizza gegeten? Je weet dat ik dit nog ga sturen, hè? Maar dat heeft toch een eigen. Ah, mijn poot, wie brand. Hoe is de pizza? Heel. Lekker of niet? Ja. En ik ben ondertussen al thuis en ik heb al gegeten een beetje, want aangezien ik pizza heb gegeten. De kan ik gewoon voor wat ik van Kelsey heb gekregen. Oei, oh, het glimde. En ik heb de hik wel, wauw.
En thank you Kelsey voor de ketting. En ik ga nu serie kijken. En dan weet ik niet wat ik ga doen. Morgen wordt het waarschijnlijk een chill dagje of zo. Dus ja. Bij deze sluit ik dag 4 van de weekvlog. En dan zie ik jullie morgen bij dag 5 van de weekvlog. Bye. Hallo allemaal. En welkom bij dag 5 van de weekvlog. Vandaag ga ik gewoon even een chill dagje doen. En ja, want morgen moet ik werken. Dus ja, van 12 tot 6. Morgen moet ik werken van 12 tot 6. Ik heb nekpijn. Ja, ik ga nu mijn eten maken, denk ik. Of ja, pannenkoek gaan we bakken of zo. Ja, zometeen. Dus ja, let's get started. En ik was in slaap gevallen. Echt letterlijk bijna een uur of zo. Dus ja. En ik ga nu denk ik gewoon een verder serie kijken of zo. Of iets anders doen. Yes. En het is al langzaam donker en ik heb echt een beetje keelpijn en zo. Dus ja, volgens mij word ik ziek of zo, kom het niet. Of ik hoop niet in ieder geval dat ik corona of zo heb, want ik vanmorgen begon en opeens echt heel erg. Ik heb mijn keel begonnen te hoesten. Dus ik hoop echt niet of zo dat ik corona heb of zo, want ik voel me voor de verder zal weten. Alleen weet je wel, soms mijn neusje, benieuwd, die grapje. Soms eigenlijk. Mijn neus en mijn keel doet af en toe een heel klein beetje zeer. Dus als het erg wordt, zo wil ik me wel misschien laten testen op corona. Dus ja, ik hoop echt dat ik het niet heb. En bij deze... ik ga by the way... ik heb de video opgeslagen. Dus die ga ik nu verder editen. En die komt dinsdag op mijn kanaal. Volgende week... Dus ja, en verder ga ik nog eten. En gewoon avondeten. En mijn serie kijken. Dus bij deze like de video. En ik hoop dat jullie leuk vonden. En dan zie ik jullie morgen bij de 6 van de weekvlog. Bye. En welke bij de 6 van de weekvlog. Ik ben op het werk. En ik moest onverwachts vroeg werken. Waardoor ik niet kon vloggen. Dus ja. En ik heb een pauze. En dat moet ik weer verder. En ik ben thuis. En ik ga nog... een serie kijken die ik gemist heb. En ik heb dit aan. Dus ja, en sorry dat deze dag kort is. Maar ik moest onverwachts echt vroeg werken. Dus ja. Dus bij deze leid ik dag 6 van de weekvlog. En dan zie ik jullie morgen bij dag 7 van de weekvlog. Bye. Hallo allemaal, welkom bij dag 7 van de weekvlog. Ik heb me al aangekleed. Want ik ga zo meteen naar de dokter. Of heb ik al overal een afspraak bij de dokter. En vanuit de dokter ga ik naar Heerlen in met Kelsey. Halloween snoep kopen. Omdat ze zaterdag naar mij toe komen. Dus ja, let's get started. En ik ben met Kelsey. We zitten op de roodgroep. Staan op de roodgroep. Zitten, ja. En nu gaan we, wat gaan we doen? Oh ja, ben je hier een Halloween snoep halen? Wat gaan we op het moment doen? Ja, jij liep zo hard. De hele reden dat we hier zijn, zijn we vergeten. Ja, ga je nog wat zeggen? Nee, ik dacht dat jij niet. Nee. We gaan nu Halloween snoep halen. En daarna gaan we waarschijnlijk naar Kerkraad of zo. Om te kijken of daar nog iets leuks is voor Halloween. Dus niet. Onze nieuwe etenstijl. Daar komt ie. En we hebben Halloween snoep gekocht. Yes. Heb ik in mijn rugzakje. Die laat ik jullie dadelijk zien. Als we in de bus zitten. Want we kunnen 2 bussen nemen. De 29 keer gaan naar de 20. Dus ja. Nu lopen we naar het hele busstation. Wat? Zeg! Ik zag iemand roken, stik die sigaretje straat. Ah! Ja, kom op zeg. Wat gezegd van me? Ja, klaar! Ben je nu klaar? Nee! Altijd als Kelsey op de roltrap komt, moet je luisteren.
Zij... Fuck you, dat is de verkeerde. Well, dus zij is gewoon te dik. Ja, ja. Dat is die roltrap, jongen, die naar beneden gaat. Daar staat nu helemaal niemand op, jij pizza. En uit de zwaar, dan weet ik ook wel. Peace out. Zie je, nu is het minder. Niet waar. Ja. Fuck you. Nee, 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 nee. Doei, ik ga wel naar beneden. Nee. Bye. Nee. Ben je nou eindelijk klaar met filmen? Ik ga een boekje woep, woep. Daar. Peace, man. Peace. Zul je ogen even krijgen. En ik ben met Kelsey. Hey. En hoe is het? Olijven. We're just hiding voor zak. Yay. Je ogen heel mooi. Mijn vingers bevriezen door deze ijskoffie. Nu hoor ik ze bij Mackie eten te halen. Dan kan het zo'n man beelden. Ja. Hij neemt dezelfde bus als mij. En ik ben naar huis lopen van de bus. Het was super leuk en onze kwamen wij in de bus. Het was echt geweldig. Dus ja, dat. En ik ben thuis en ik ga nu een brugklasse Spanisch kijken. En het Halloween sloep ligt hier allemaal daar. Dus ja, en bij deze sluit ik dag 7 van de week vlog af. En dan zie ik jullie dinsdag bij een nieuwe video. Bye.